Gefeliciteerd met dit prachtige blad. Gefeliciteerd met alles wat het WI doet. De jongens en meisjes, de dames en de heren van het WI. Gertjan en ik horen ook bij de club, zoals jullie weten. Al heel lang. Maar ik vind het heel mooi dat deze volgende stap is gezet. We zijn natuurlijk ook vanavond bijeen met, denk ik, wel een gevoel van tevredenheid, blijdschap. Misschien lichte euforie over de verkiezingsuitslag. Waar we heel dankbaar voor zijn, waar we Gertjan net over hebben gehoord. U bent hier vanavond ook gekomen met de verwachting dat het daarover zou gaan. Toen ik me voorbereid, dacht ik, ja, nu zitten hier mensen en die zitten hier in ieder geval met verschillende verwachtingen. In ieder geval dat het over de uitslag zal gaan. Dat het over het blad zal gaan. En wat het blad biedt. U ziet hier de woorden, hè? Anti-utopisch, hoop. Kan u beloven dat de boze burger er ook nog in voorkomt. En, nou is ook gevraagd om dit alles in perspectief te zetten. Hè? Dus hoe gaan we nou de toekomst tegemoet? Wat zien we? Nou, dat is een hele opgave en ik zal in 20 minuten een aantal dingen aanraken hiervan. En dan zien we wel hoe we dat in het gesprek verder weer terechtbrengen. We zijn ook blij dat het 15 maart is geweest. Dat hoorden we net van Gertjan. Dat was voor ons thuis ook wel een ervaring. Toen wij vanochtend de poster van het raam afhaalden, toen viel er ineens veel meer licht in de kamer. En toen zeiden we, wat heeft die schaduw van Gertjan toch lang over ons heen gehangen? Dus het is mooi geweest. Wij hebben een leven weer met meer licht in de kamer en we kijken allemaal weer vooruit. Ja, en die verkiezingsuitslag zelf. Ik highlight even gewoon een paar dingen en dan zien we wel waar we vanavond verder kunnen aanhaken. Algemene beeld, 1 partij op kop. Dat was 4 jaar geleden anders, toen waren er 2. Nu is 1 partij, de VVD, duidelijk aan kop. Daarna zien we een blok middelgrote partijen, PVV, CDA, D66, zonder dat er een linkse partij bij zit. Die volgen daarna een blok, zeg maar, van oud en nieuw links, waarvan vooral GroenLinks natuurlijk de partij is die nu de energie heeft en de rest niet meer, snap ik zo. En dan een groep kleinere partijen met profiel en missie, waarvan de ChristenUnie er 1 is. Wat onszelf betreft, ChristenUnie, we hebben het heel mooi gedaan. Versterkt komen we eruit tevoorschijn, met perspectief. We denk ik niet gewonnen zozeer op thema's, hoewel we mooie thema's naar voren hebben gebracht, zoals waardevol leven. Maar ook gewoon de thema's van gezin en zorg voor de schepping kwamen allemaal weer terug. Maar denk vooral ook wel op profiel en uitstraling. Hier stond een partij die heel duidelijk liet zien waar die voor stond, met een nieuwe lijsttrekker en met duidelijke uitstraling. De manier waarop overigens vrijheid werd gesproken, de kracht van vrijheid ook. En het onbekommerd christen zijn heeft denk ik veel mensen aangesproken. Kijk je naar de uitslag, we krijgen nu de analyses binnen van onze eigen rekenmeesters. Winst overal eigenlijk door het hele land. Natuurlijk hier en daar ook wel gemeenten waar wat verloren is. Maar toch winst overal en niet in het minst in de steden. Je kunt dat helemaal heel goed zien. Amsterdam, Rotterdam, Delft, Gouda, Amersfoort, Zwolle, Ede, overal winst. Winst in de steden en ook winst in het zuiden. En winst onder jongeren. Bij ons thuis, ik heb ook een dochter die voor het eerst gestemd heeft, die zei van als alle jongeren, dat hadden ze bekeken, zouden hebben, als ze alleen naar de jongeren zouden hebben gekeken, dan had de ChristenUnie nog meer zetels gehad. Dus jongeren weten de weg te vinden naar de ChristenUnie. En kennelijk kunnen wij dus op alle plaatsen in het land mensen aansteken om op de ChristenUnie te stemmen. Het is niet alleen op de Bijbelbelt, niet alleen in de eigen traditionele achterban, maar veel breder is er openheid voor de ChristenUnie. Dat is mooi, ik heb dat zelf ook ervaren, dat je soms zomaar in gesprek kwam met iemand en door dat gesprek zei, ja, dat is eigenlijk toch wel goed, ik ga erop stemmen. Vroeger zat dat natuurlijk nog veel meer vast, hè? Zat je in de ideologische labels, zat iedereen vast. Maar er is een openheid en ik denk dat dat ook juist veel perspectief biedt voor de ChristenUnie. Dat is het mooie van deze uitslag. Perspectief en ook hoop op verdere ontwikkeling. Dus dat geeft toekomst voor onze partij. In mijn waarneming was dit geen campagne waarin grootse visies naar voren kwamen. Het was wel een inhoudelijke campagne, bijna bij verrassing.
Een beetje denken omdat Wilders uitviel. Daardoor kreeg het andere het gevoel van, hé, dan kunnen we tenminste een normaal gesprek met elkaar gaan voeren. En dat gebeurde dan ook. Dat was heel mooi. Maar toch ook weer niet een campagne met grootse visie. Dat had wel gekund. Toen we de Brexit hadden, een poosje geleden zei iedereen van, ja, maar nu gaan onze verkiezingen over Europa, over een exit. Nou, dat viel erg mee. Of over internationale veiligheid. Oekraïne, de rol van Poetin, daar hebben we ook niet zoveel over gehoord. Het Midden-Oosten en de vluchtelingen, dat was er natuurlijk wel. Dat is natuurlijk een wereldthema. Afrika en de honger, de humanitaire ramp al daar. Dat is natuurlijk een wereldthema, we hebben er niet veel over gehoord. De wereld werd eigenlijk ook wel weer heel klein in de campagne. En de analyses nu zijn, ik denk terecht, dat mensen die wilden geen verandering, maar zekerheid. Ik zie ook weinig utopisch in de programma's. Nu valt dat woord, daar gaan we het nog over hebben vanavond. Ik zag weinig utopisch in de programma's. Het was wel heel veel hier en nu. Nogmaals, ik denk ook dat partijen niet helemaal voorbereid waren op het wegvallen van Wilders. Dus ze dachten dat het debat vooral over zijn thema's zou gaan. Je ziet ook wat veel partijen zich hebben verhouden tot Wilders. Ook in hun thematiek, in de keuze van thema's. Ook wel in de vraag, ook wel in een soort verharding. Ik was ongelooflijk trots op dat de ChristenUnie zo hoog bleef scoren als het ging om recht en de rechtsstaat. Ik denk dat dat een erezaak voor ons moet zijn als christenen, dat we voor het recht blijven opnemen van iedereen in onze samenleving. Maar als het ging over de toekomst, natuurlijk grote thema's, klimaat, energie, eigenlijk alleen GroenLinks en ChristenUnie die daar ook voor hadden. En waar was nou dan die onvrede van de boze burger, waar we een half jaar geleden zo over spraken? Waar was dat eigenlijk gebleven, die boze burger? Ik denk dat die boze burger, dat je dat ook in deze uitslag ziet, steeds meer opgesloten raakt in een vakje van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Je kent wel die normaalverdelingen, als je ergens naartoe wilt, dan is altijd 60% krijg je wel mee. En dan is er 20% die wil nog harder lopen dan de rest en je hebt 20%... die zit mopperend achter in de bus. Nou, dat weten we dan nu, dat er een groep is die mopperend achter in de bus zit. Kunnen er ook goede redenen voor hebben, dus laat ik dat niet bagatelliseren. Maar vanaf nu gaan we hopelijk niet meer zien dat generaliseren over de mensen in het land. En hopelijk horen we ook Geert Wilders niet meer over wat de mensen in het land, de mensen thuis nou eigenlijk vinden. En dan vooral in Geert Wilders hun spreekbuis hebben gevonden. En als de mensen Geert Wilders hadden gewild, dan hadden we dat nu ook geweten. En zijn vrienden uit het buitenland houden zich ook opvallend stil. Dus ik denk, misschien hebben we het gehad. Misschien hebben we het ergste gehad. Is er dan geen maatschappelijk en politiek onbehagen meer? Ja, dat is er wel. En daar kom ik straks ook nog wel op terug. Wilders heeft gewonnen, maar is ook verslagen. In de tweestrijd met Rutte, zoals iedereen ernaar keek. Maar er is nog wel een sentiment in de samenleving dat om nadere definitie vraagt. Of positiever gezegd, in de termen van onze avond hier, is er niet toch ook een verlangen onder burgers die zich blijft uiten? Een droom. Nog een woord over de formatie en dan sluit ik dit blokje af. Er zal, denk ik, als ik er zo naar kijk, geformeerd moeten worden op basis van een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer. In het verleden, toen de koning nog de formatie leidde, was er zo'n prachtige formulering die altijd werd gebruikt in de opdracht, dat er gestreefd moest worden naar een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Dus dat zijn de beide kamers, alle twee. De weeffout van 4 jaar geleden was dat dat uit het oog is verloren, dat er toen vooral werd gelet op een meerderheid in de Tweede Kamer. Ik heb dat nu meegemaakt de afgelopen 4 jaar. Wel veel plezier van gehad eigenlijk. Het was wel heel leuk om mee te maken. Bijna de kabinetsval gezien rondom het woonakkoord. Toen de minister zei van, dan is het nu klaar, dan is dit het einde. In de nacht van Duivenstein en toen werd het toch nog weer anders. Dus wel leuk om mee te maken, maar toch ook wel een hele hoop gedoe. En voor het kabinet eigenlijk niet fijn. En een minderheidskabinet. Dat zou dus een minderheidskabinet zijn in de Tweede Kamer. Het is ook een minderheidskabinet in de Eerste Kamer. Dat is natuurlijk een heel gedoe. Dus dat zal het denk ik niet worden. En die onrust die moeten we niet willen. En verder gaan we het zien.
Dan vervolgens dit. Het is lente en we hebben een bladgroen. Bladgroen aan de boom, bladgroen aan de struik. Veel mensen zullen de nieuwe titel vooral associëren, denk ik, met alles wat groeit en bloeit. En niet met Groen van Prinseren, de André Functionaire. Het zij zo. Het komt vanzelf, het wetenschappelijk instituut, dat heet gewoon nog de Groen van Prinseren Stichting. Het zij zo. De 19e eeuw ligt ook al wel ver achter ons natuurlijk. Al waren dat wel de formatieve jaren voor de christelijke politiek. Zonder de keuze van Groen van Prinseren om als, zoals hij het zelf noemde, evangeliebeleider de Kamer in te gaan, hadden we geen politieke, christelijke politieke partijen, hadden we geen ChristenUnie, hadden we geen CDA, hadden we geen SGP. Het is de bijzonderheid van ons kiesstelsel, van ons land, en ik denk dat dat gevormd is in die 19e eeuw, een privilege, heeft zelfs iemand een keer gezegd, dat in ons land geloofsovertuigingen een politieke uitdrukking kunnen krijgen. En dat is mede te danken, ik denk in hele grote mate te danken, aan Groen van Prinseren en zijn voorbeeld. Maar Groen is natuurlijk vooral ook de inspirator geweest, de man van de ideeën en de begrippen, de ziener. Dat woord past wel bij vanavond, de ziener. We hebben het over utopie en hoop. Ik denk dat Groen vooral een ziener is geweest, een doorziener van het geestelijk klimaat van zijn tijd. Het moderne geestelijk klimaat, misschien ook wel van ons, van onze wereld, van na de verlichting. Hij doorzag het geestelijk klimaat, het intellectuele, wetenschappelijk klimaat van zijn tijd. Hij doorzag, ik denk, en zo vat ik hem samen op formule, wat er gaat gebeuren wanneer de mens meent aan zichzelf genoeg te hebben. En leeft in de pretentie dat de betere toekomst vooral door mensenhanden moet worden gemaakt. En dat is denk ik de kern van zijn boodschap. En hij was er geschokt door. Hè? Wat gebeurt er als je een politiek hebt zonder God? Wat gebeurt er als je een samenleving en een staat hebt zonder God? Dan worden ook alle politieke begrippen worden anders. Het nadenken over vrijheid wordt anders, het nadenken over staat, samenleving, de mens, wie de mens is, wordt allemaal anders. Dat heeft hij gezien, hij heeft het onder woorden gebracht en het toch weten te verbinden met een constructieve politieke houding. Daar zou veel meer over te zeggen zijn, dat kan ik nu niet doen, misschien wel als u daar nog verder vragen over heeft, maar wat voor hem natuurlijk heel belangrijk was, hè, dat er een soort van politiek bleef, die bleef zien dat God alle dingen bestuurt, dat je geen vrijheid kunt hebben zonder verantwoordelijkheid, dat een staat zomaar, als hij het niet beseft, dienstbaar te zijn, kan vervallen in dwang, en dat vrijheid altijd een kwetsbaar begrip is. Al die dingen, die heeft hij overdacht. En denkt vooral dat hij liet zien dat wanneer je meent, he, dat je het zonder God kunt, dat je het zelf kunt maken, dat je je eigen leven kunt maken, maar dat je ook het politieke leven zelf kunt maken, dat je in ongerijmdheden vervalt. He, dat vrijheid zomaar niet meer echte vrijheid is, maar dwang wordt. Het was ook altijd een discussie met de liberalen, jullie praten over vrijheid, ondertussen denk je ook aan dwang. Een woord over het utopisch denken. Dat komt vanavond zomaar op, een beetje tot mijn verrassing ook wel, dat het zo ineens zo belangrijk is in dit tijdstip. Maar ik denk dat het een voertuig is om na te denken over de toekomst. Maar het utopisch denken is, zoals ook al door Wout werd gezegd, in christelijke kring, toen ik altijd met de nodige scepties bekeken. Maar ook wel misschien met een bepaalde sympathie. En dat komt denk ik omdat het aan de ene kant maatschappij kritisch is. Het is kritisch op de bestaande situatie zoals die is. En nou, ik denk dat veel christenen dat ook wel kunnen meemaken. De wereld is niet goed zoals die is. Het is ook behoefte aan kritiek. Abraham Kuyper sprak zelfs over architectonische maatschappijkritiek. Dus het utopisch denken komt ook voort vanuit een kritische houding. Maar de andere kant is dat het zich dan ook een voorstelling wel weer maakt van een heel andere werkelijkheid. Die geheel anders is, geheel nieuw, geheel vernieuwd ten opzichte van het leven hier en nu. Dat zag je ook al in dat eerste boek van Thomas More, De Utopia, 1516, lang geleden.
Maar het ging om een eiland, ergens anders in de ruimte, was nog niet in de tijd. Hij dacht niet naar voren, hij dacht ruimtelijk. Dus er was ergens op de wereld een eiland waar het helemaal goed was. Waar de mensen zelf in de gelegenheid waren gesteld door rationeel te denken, een ideale samenleving in te richten. Dat werd natuurlijk een soort spiegel, een tegenbeeld en daarmee ook maatschappij kritisch tegenover de eigen tijd, tegenover de eigen samenleving van de 16e eeuw. Nou, dat utopisch denken heeft allerlei stadia gekend. Gek genoeg is het dus nog steeds onder ons. Het begon in 1516, maar nog steeds onder ons. Nu ook wel verplaatst naar de toekomst. Dat ideaal dat ligt ergens voor ons. Dat kunnen we bereiken door goed te handelen in de geschiedenis. Daar zijn ook natuurlijk allemaal ideeën bij geweest en ook gruwelijke misstanden trouwens. Want het is ook een vorm soms van gewoon politieke misleiding. Je zegt van, jongens, ik stel jullie een soort heilstaat voor. Ik zal je daarna toe meenemen. Maar dan moet je mij volgen. En dan gaan we dit en dat gaan we dan doen. Trump heeft het ook een beetje. Ik zie in Trump een persoon die iets van het utopische heeft. We gaan het allemaal weer helemaal anders doen. En dan wordt het weer beter. Maar je moet mij wel volgen. En ik weet de politieke weg daar naartoe. De kritiek, denk ik, van christenen hierop is steeds geweest. Wat is dit voor een soort heilsverwachting? Moeten we dat echt geloven? Ik geloof dus dat de utopie eigenlijk een soort geseculariseerde heilsverwachting is. Christelijk denken kent natuurlijk ook een heilsverwachting, maar heeft een wat andere gestalte dan dat we dat met politieke middelen hier en nu kunnen gaan realiseren. Maar het is toch een soort geseculariseerde heilsverwachting. Wat is dat? Dus dan begint natuurlijk al de vraag een beetje. Maar het is ook wel het idee van, is dat aan ons dan om dat te bereiken? En als je daar zo gefixeerd op bent, op het andere, dat totaal anders is dan waar we nu hier zijn. Hoe kijk je dan tegen hier en nu aan? Hebben we dan niet hier en nu een verantwoordelijkheid? Ja, met de poten in de modder. Ja, dat is zo. Kan je niet bevallen dat je met de poten in de modder staat? En vanuit dat gevoel kun je zeggen, dat moet totaal anders. En ik zal je vertellen hoe dat eruit ziet. Is niet onze opdracht om hier te blijven staan met de poten in de modder? Hè? Moeten we niet gewoon het hebben van het modderen in onze eigen realiteit, in de gebrokenheid van de wereld, die we in zekere zin ook hebben te accepteren als de conditie waarin wij leven. En langs die lijn heb ik zelf ook wel eens een keer zo dat utopisch denken geanalyseerd en zo wat kritisch naar gekeken. En mijn punt was dan steeds van, ja, maar we hebben een politieke verantwoordelijkheid hier en nu, voor hier en nu. En laten we niet wegkijken van hier en nu naar iets anders wat heel ideaal is. Want we hebben het hier te doen met de opdracht die we hier en nu krijgen. Hebben christenen dan geen visioenen? Hebben christenen dan geen ideeën over de toekomst? En natuurlijk wel. Maar ik zou dan denken van, ja, met wat andere woorden. Wij gebruiken nu de laatste tijd heel intensief het woord hoop. En dat vind ik eigenlijk wel ook heel mooi. Hoop gaat er ook wel over een andere werkelijkheid. Het gaat over iets wat mogelijk is. Maar ik denk dat het toch iets rustiger is. En ook niet bij ons begint. Hè? Want dat al dat maakbaarheidsdenken van het utopische, dat begint telkens bij ons. Dat is inderdaad alsof God niet bestaat en wij het allemaal zelf hebben te doen. Wij hopen op iets. Hè? Wij hopen op het koninkrijk van Jezus Christus. Wij hopen op een koning die op ons afkomt en dat ook beloofd heeft. Maar die niet van ons vraagt met politieke middelen zijn rijk wel even dichterbij te brengen. Maar we hebben wel hoop op dat er een wereld zal komen van recht en gerechtigheid. Een wereld waarin vrijheid ook echte vrijheid is. Waar liefde, als dat kan, ook echte liefde is. Die hoop hebben we wel. En die hoop hebben we natuurlijk omdat we Jezus Christus kennen. Maar ook omdat we zien dat we elke keer weer een nieuw begin kunnen maken. Dat is, vind ik, altijd het mooie om te bedenken bij de geboorte van ieder nieuw mens op deze wereld. Die kun je zeker zin herleiden tot ouders, maar aan de andere kant, in iedere geboorte begint ook altijd een nieuw bestaan, een nieuwe identiteit, een nieuw leven gaat lopen. Dat is ook groen, hè? Dat is ook groen natuurlijk. En ik denk dat God ons dat geeft om over na te denken van, ja, maar ik begin ook telkens opnieuw. Er is ook hoop, we kunnen ook telkens opnieuw beginnen. En dat vind ik ook zo mooi om nu te na te denken over waar wij als ChristenUnie nu staan.
We hebben nu net weer de verkiezingsuitslag achter de rug. En we zien daar weer mogelijkheden in. Daarmee kunnen we ook weer verder. Hè? We kunnen weer nieuw beginnen. Zo is elke dag ook weer een dag die hoop brengt. Gelukkig. En we hopen op. Ja, een wereld waar recht en gerechtigheid woont. Waar we ons voor kunnen inzetten. Die niet afhankelijk is van onze inspanningen. Maar waar we juist daarom des te sterker er misschien op hopen. Een wereld waar we verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Een wereld, misschien zou je kunnen samenvatten, die iets laat zien van shalom. We hebben dat woord ook wel onder ons natuurlijk. De wereld van shalom, dat is meer dan recht en gerechtigheid. Dat is ook dat het daar goed is, dat de verhoudingen goed zijn. Dat je daar iets ondervindt van de goedheid van God, van de liefde in gemeenschap. Daar werken we voor, daar hopen we op. En de bezinning daarop, denk ik, die kan er niet genoeg zijn. Ik hoop dat het blad Groen ook een podium biedt voor veel van dat soort bezinning. Hoopvolle bezinning, hè, op een wereld waarvoor wij mogen werken. En waar we misschien ook al een bepaalde vorm van mogen laten zien. Ik hoop altijd zo dat kerken, maar ook andere plekken, politieke partijen, een plek zijn die een beetje de oefenplaats zijn, hè, van dat Koninkrijk van God. En zo ook dat aan andere mensen voorhouden. Nou, wil Wouter ook heel graag dat wij thema's benoemen die voor de toekomst belangrijk zijn. Waar gaat het dan om? Hè? Ik vind dat als je zo nadenkt over kerstpolitiek, dan denk ik dat kerstpolitiek ook altijd wel visie moet hebben. Hè? Dat je vooruit moet denken. Dat vond ik ook mooi, dat vind ik mooi dat we dat ook hebben kunnen zien, ook in deze campagne, dat onze partij dat ook doet. Als partij die, als het ging om klimaat en de energietransitie die nodig is, er ook echt stappen vooruit in durf te maken. Dus het debat met Rutte wat dat betreft ook heel mooi. En dan kon je ook precies goed zien met welke krachten je te maken hebt. Dus staande in de modder hebben we te maken met machten en krachten die een andere kant op willen. Dus dat is het gevecht hier en nu. En die gaan we aan zonder te vluchten in utopieën. Maar we gaan dat gevecht gewoon aan met de machten en de krachten. En dan was het argument van, ja, maar als we ons gaan inzetten voor die energietransitie en voor, laten we zeggen, shalom, als het gaat ook om de klimaatomstandigheden, ja, dat legt dat wel last op aan de burger, hè? Dan kost dat wel geld, hè? Ja, ik heb altijd van Bob Goudswaard geleerd dat dat een tunnelvisie is, want er komt nooit een eind aan die redenering, want er is altijd wel iets dat eerst moet voordat we iets gaan doen dat ons offers kost. Nou ja, dan gaf juist antwoord, het kost ons nog niet eens offers, hè? He, maar dat zijn de macht en de krachten van deze wereld. Die zeggen, ja, nee, maar eerst moeten wij genoeg verdiend hebben. We zijn al het tweede rijkste land van Europa. He. We mogen geen lasten opleggen aan mensen. We moeten wel eerst genoeg verdiend hebben om daar aan toe te komen. Om aan gerechtigheid toe te komen, moet je wel eerst geld hebben. Nou, dat is een drogredenering en die proberen wij te weerleggen als christenen in de politiek. Maar klimaat, energie, ja, dat is het grote ding nu voor de komende jaren. Ik denk ook inderdaad gemeenschap, rechtsstaat, gemeenschappelijkheid. Je ziet dat nu, omdat mensen zo lang tegen Wilders aan hebben geschuurd, zie je dat iedereen is wat gaan schuren met die rechtsstaat. Hè? Maar laten we er pal voor staan. Nu dus Wilders, als ik het goed zie, toch als politieke factor uitgespeeld raakt. Hè? En ik ben dan zo blij dat wij er gewoon rechtuit over zijn blijven spreken, over wat een rechtsstaat is. Wat daarin aan mensen toekomt, dat moeten we blijven doen. We moeten blijven kijken naar gemeenschappen. Het integratievraagstuk is natuurlijk echt niet voorbij. Dat blijft, dat zijn grote vraagstukken. De internationale veiligheid blijft een heel groot vraagstuk. En op die vlakken, denk ik, zal in de komende jaren het nodige moeten gebeuren. Wouter, ik laat het hierbij. Dit waren wel 20 minuten, dacht ik. Hè? Zo, dat moest het ongeveer zijn. Dus, en ik wens je veel succes met het blad. Een blad groen in de lente, ja? Voorbode van mooie, nieuwe, hoopvolle dingen. Een nieuwe lente, nieuw geluid. Ja. Roel, dankjewel.